Hey kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik een nieuwe episode van Ronald speelt Minecraft voor jullie. En volgens mij is dit episode 25, ik weet het niet meer. Maar als we tegen episode 30 willen gaan beginnen met Project Nether dan moeten we absoluut nou even fort gaan maken. En ja, dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb off-camera even een uh, ja, snelle pumpkin slash melonvorm gemaakt. Ik zal hem. Even jullie laten zien. Als ik tenminste uit de deur kan, dank u wel. En uh, ja, ik heb op dit moment echt super veel mods geïnstalleerd. De, de, de ja, de cape mod heb ik niet meer. Maar ik heb wel uh, de, de sprint mod en alles. En, en ja, kijk, wat dan druk je op R, R en dan ren je gewoon. Dat is super lauw gewoon. Nee, maar uh, kijk, ik heb dus even de pumpkin en melon farm even afgemaakt. Dus, um, ja, ik ga hier bijvoorbeeld pumpkins doen, hier bijvoorbeeld melons. En um, ik heb, uh, ja, een leuk idee. Ik wil, zeg maar zo, hier zo'n glowstone in hebben. Dus bijvoorbeeld hierheen en dan hierheen. Zodat het verlicht wordt hier en... Um ja, we gaan dus vandaag even die dingen planten. En dan wil ik jullie nog even wat laten zien wat ik heb gedaan. Even kijken zo. En ik heb het gevoel dat ik een beetje lag. Maar dat is niet zo. Want ik heb gewoon net wat Call of Duty opgenomen. En ja, dat loopt gewoon allemaal smooth als je aan het opnemen bent. Goed, even kijken. Zo. Jawel, hier is een nieuw pad. Ik moet nog even kijken precies hoe ik dat wil maken. Of fancy en zo ga ik het nog allemaal doen. Jawel, ik heb een sheep farm. Jee. Yeah! Ik heb het gewoon even snel gemaakt. Het is niet echt iets boeiends. ik heb die sheepjes. Achter bij de jungle vijver weg in principe. En wel, ik heb hier gewoon. Pen gemaakt, gewoon niet echt veel boeien. Dus ik dacht, weet je wat, ik doe gewoon lekker off camera. Want, wel als ik dat, die mellow form en pumpkin form en dit in de episodes had moeten doen, dan had ik ongeveer 2 tot 3 episodes over gedaan. En daar heb ik geen zin in, dus, ehm. Ja, hoe ga ik het niet op hebben, binnenkort? Nou maar goed in ieder geval. By the way, de kamer waar jullie uit mogen kiezen wat we erin gaan maken, het is een. Niet een die jullie hebben gekozen, maar een die ik zelf heb bedacht. Uh, het is een um, uh, ja, belangrijke storagekamer. Dus bijvoorbeeld waar alle diamonds en gold en, 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 en uh, al dit soort sooi in gaat. Dus in principe. En uh, wel daarachter komt dus de bib waar ik over uh, dit soort dingen ik kan lezen. En, en, en alles. En over mythes van Minecraft. Maar en als jullie vast gaan vragen. Maar waar komt de badkamer dan? Nou, Want die hebben jullie dus in principe gekozen. Heel veel mensen hebben de badkamer gevraagd. Ga ik doen. Die komt in de slaapkamer. Gewoon omdat het kan jongens. Gewoon. Gewoon omdat het kan, dus. Maar goed, laten we maar eens eerst even de. Um, uh, zooi gaan doen. Even kijken waar zijn de pumpkin en de melon sheets. Oké, okay, hier hebben we de melon sheets: en pumpkin sheets. En ik heb tegenwoordig ook altijd een hoop bij mij. Gewoon voor het geval dat. Ik ben level 13, by the way. Dus um, ja, ik ga nog wel een keer naar de mob spannen wanneer ik een keer een nieuwe diamond leggings moet hebben of zo. Dus um, ja, maar ik ben eigenlijk best wel blij met de Diamond Armor en de Diamond spullen die ik heb. Wat wel, hier zit dus Protection. Uh, ja, protection, protection 4 op. En Torns 2. En hier zit unbreaking 2, Fortune 2 en Efficiency 2 op. En hier is is 3, Fire Respect 2. Dus ja, ik kan me in principe niet betere Diamond Tools en, en Armor en zo wensen. Uh, goed, ga even planten hier zo. Even kijken, want ik heb dit nodig voor potions en zo. En wel, ik ga dit gewoon een hele tijd klaar moeten hebben, maar. Uh... Ja, even kijken. Ik heb dit nog. Ik heb wel een, uh, het, het ontwerp. Heb ik zeg maar wel. Um, uh, ja, gemaakt op. Op video's zeg maar. Dat was volgens mij de vorige episode. Dan heb ik gewoon dit gemaakt in principe. Maar alleen ik heb dit nog gewoon aangepast. En het is niet zo gewoon voor zoveel boeiend. Het is gewoon wat van die vlakken. En dan gewoon een venster omheen. En dan gewoon dat erbovenop. Het is niet. Dat het rocket science is ofzo. Het is allemaal redelijk simpel. Even kijken zo. Even lekker hoonen. En ja, dus veel mensen die hebben mij ook wel gevraagd: van, waarom maak je geen Diamond Tools, Diamond Extra zo? Wel, ik vind het nogal verspilling. Want in principe, als je doodgaat, ben je dan heel veel diamonds kwijt. En op dit punt zou ik denk ik niet meer doodgaan. Maar je weet het in principe wel. Dus als ik ook naar de Nether ga, dan doe ik ook mijn Diamond Chestplate. En mijn Diamond Sword en mijn Pickaxe, die laat ik ook thuis. Gewoon, als ik doodga, en ik zorg ook wel dat ik. Mijn uh, levels dan bijvoorbeeld op een boekje heb ofzo. Kijk, als ik dit heb, dan ga ik naar daar. Dan, als ik 30 levels heb, dan. dan maak ik gewoon eerst, denk ik, diamond leggings. wat ik dan wil enchanten en dan store ik dat gewoon. Gewoon omdat het. omdat ik geen zin heb dat alles gewoon, ja, weggaat en alles. Dus, ja, oké. Okay. Even uh, torches planten zo. Planten. Sinds wanneer kun je torches planten? Nou ja, yeah, whatever. Ja, so, yeah, veel mensen vroegen ook ermee. Gewoon had wanneer komt er weer een, een livestream. Wel, uh, binnenkort denk ik. Uh, tenminste, als jullie daar binnenkort zin in heeft. Even kijken, zo. Uh, ik ga niet meer van mijn pumpkins bespillen. Dus, um, ja, oh mijn god. Even kijken, oké. Okay. Nou, nu moet ik dus even kijken, zo. Uh, oh, ik heb de Oh, dit heb ik. Wat? Uh, dat heb ik verkeerd gemaakt. Ik moet anders, moet anders. Oh, oh mijn god. Krijg je dat niet terug? Nou ja, yeah, whatever. Maakt mij niet uit. Pumpkins heb ik niet echt nodig. Dus, uh, ja, dat moet dus echt wel gaan fixen. Even kijken, zo. Dit heb ik nodig. Melons. Mellon, melon melon, melon, melon. Ik kan hier zelfs niet eens alles van vol planten. Dus ik wil jammer. Nou, komt er te kant. Nou, dat maakt precies niet uit. Dit groeit wel. Zo. So... Nou, dan gaan we nou maar eens even naar um, de chicken pen. Maar daar heb ik ook het een en ander veranderd. En daar ga ik denk ik in episode 50 een huis opbouwen. Gewoon als charity. Uh, omdat voor de 50ste episode. Dat was mijn vakantiehuis en zo. Dus, uh, ja. Maar goed, ik ga dus even naar de Chicken Pen. Even kijken. tuur, tu, tu, Ik moet hier ook wat bomen planten. Jawel, oe mijn god, wat is hier gebeurd? Zou je waarschijnlijk denken. Wel, ik heb de Chicken Pen aangepast. Want wel, alle chickens die uh, verdwinden in de Cobblestone Walls. Dus ik heb nu dit gemaakt. Ja, ik heb dit design niet echt. En uh, net zo gemaakt met dat extra vent. Want dat is een grote pen. Dus ja, uh, hebben we met alle chickens lopen. Dit is mijn nieuwe chicken coop. Hier kunnen ze dan lekker zitten en zo. En dat is mijn chicken huis. Ik ga er nog allemaal items games op plaatsen: met eieren en met kip en zo. Dus ja, hier hebben we dan ook een oven om de kip te koken. En breeding, en eier, en, en zo Allemaal van kippetjes. Uh, ja, ik heb deze mod ook geïnstalleerd. Oh, wat niet? Nee, niet dit. Uh, e, en dan dit. Ja, kijk. Nou, dan kan ik bijvoorbeeld dit zo. Voor zonnereis. als ik zo bezig ben met een opname of zo, dan is dat gewoon makkelijk. Want wel, om nou helemaal terug te gaan en slapen, dat kost veel te veel tijd. Ik cheat niet, want wel, dat is een beetje. Cheaten, maar ik gebruik hem eigenlijk alleen daarvoor, dus ja. Want wel, ik krijg zelf een slecht gevoel als dus ik cheat in Minecraft, dus um, ja, maar goed, we moeten maar eens even wat gaan doen. Want anders dan uh, krijgen we het voor episode 30 allemaal niet klaar, want bij episode 31 gaan wij daarboven bezig. Dus ja, even kijken, Tower of Power gaan we dan bouwen. En dan wordt mijn eigen custom Tower of Power. Ik vind de naam echt gewoon episch en ik ben ook een fan van Palso's Tuning, dus ik blijf het ook gewoon gebruiken in principe. Maar, um, ja, dat wil dus jullie niet erg vinden natuurlijk. Oké, okay, wel, we hebben we hier allemaal wat van. Nee. Oh, dit hebben we. Ja, oké, okay. ik neem dit maar mee, zo, want ik wou die tv en zo maken, ja. Uh, nee. Ook verder niks. Nee, hier ook. Nee, oké. Okay. Nee, daar kan ik niet mee. Oh, wacht, 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 wacht. wacht. Neem even een stack wood mee, want wel, je weet maar nooit of we nog wat nodig zullen hebben: chest, crafting table, boeken, pots. glas en wat um, nog meer. Ja. Bed, en dit, um, dit misschien wel, ik weet het allemaal niet echt. Nou goed, gaan we gaan ons even dit allemaal meenemen. En dan gaan we maar eens kijken wat we precies allemaal nodig zullen hebben en alles. Dus um, ja, maar goed, ik run nu ook betere frames, dus hopelijk um, valt het een beetje op. Dus ja, ik kan ook met shaders opnemen in principe, maar uh, ik doe dat niet wat wel. Ik vind nog steeds de Minecraft uh, normaal, nog steeds mooi, ja, normale Minecraft. Goed, hallo Fives, hallo Cody, woei, oké. Okay. Wie heeft de deur op laten staan? Welke aap heeft de deur op laten staan? Nou, hier staat dus de anvil. Dit is dus in principe de normale storage chest. Daar hebben we de hele keuken van heiligheid. Wel, dan hebben we het hier dus in principe. Hier komt dus de beep. Die gaan wij even in deze episode maken. En, oh my god. Sugarcane vergeten. En ik heb nog veel meer vergeten. Oh god. Wel, teruglopen. Ik ga, by the way, een uh, ondergronds rail system maken tussen hier en mijn. Ja, wat is het? Storage is het niet echt, maar in ieder geval een, een rail system naar daar. Want ik weet nog niet wat ik daar wil doen. Ik ga er uiteindelijk wel wat doen. Ik denk een treinstop of zo. Want het scheelt me gewoon veel tijd. En dan kan ik vanaf hier kan ik in principe naar alles. Mijn Tower of Power is daarboven. Mijn, mijn Farm shizzle is hier allemaal beneden. Dus ja. Ik moet er nog even een leuk napje aan geven aan de Melon Farm. Maar uh, ja, Oké. Okay. Even kijken, waarom loop ik hierheen? Oh, nou, ik kan de sugarcane hier eventueel ook wel weghalen. Maar ik maakt me op zich niet uit. Dus ik moet eigenlijk iets van. een automatische farming voor maken. Maar weet je waarom ik dat niet doe? Ik vind het gewoon. Dit wil fijn. gewoon alles met de halen doen. Ik vind dat Minecraft daar echt gewoon om draait. Gewoon niet met al die automatische farmjes en zo. En ik ben toch niet zo goed dus Dan kijk gewoon twee stacks met sugarcane. Dat is gewoon te open. Goed. Even kijken. Ja, ik ben zo blij dat ik een nieuwe monitor krijg vandaag. Daarom kan ik een beetje druk klinken. Maar ik heb ook gewoon nog veel te doen. En gewoon nog wat Minecraft. Dus ja. Even kijken. Oké. Okay. En ja, by the way. Jordi en ik gaan by the way misschien ook wel weer... Um... Een keer weer op de 6 uur stream proberen te doen. Het is nog even kijken of dat allemaal wel lukt, maar oké. Okay. Kijk, ik neem altijd dit soort dingen gewoon allemaal mee. Gewoon, ja, we hebben nooit Dit allemaal nodig. natuurlijk fans, neem ik wel mee. Ik neem al wat slaps mee. Ik neem wat Birch mee. Even kijken, wacht. Dit wil ik ook even meenemen. Wat bladeren, Birch ook. En dan hebben we wat bloemetjes. Dan zeggen bloemetjes, bloemetjes. nemen we mee. Wat hebben we niet nodig? Nou, een bed hoeft nog of, of niet. Oké, okay, ehm. Um dat is goed. Wacht, we kunnen nog wel even wat saplings. Ik wil er even wat saplings. Wat hebben we niet echt nodig? Glas hebben we niet nodig, want alles is al goed met glas. Cobblestone, dat is heel erg goed. Daar hebben niks van nodig. Hier Nee, 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 wat hebben we dus niet nodig? Um, rotten flesh, dat was voor de honden, maar die hebben we niet nodig. Dus ja. Goed, let's go. Ik had de Gravity zelf niet nodig, maar whatever. Die wil ik toch wel even daarboven plaatsen en alles. Dus ja, één kip. Hallo, boomkip, hoe gaat het met uw boomkip? Gaat het goed met uw boomkip? Ja, dat hoop ik ook. Oké, okay, met mij gaat het goed. Oké, okay. goed. Um, hier ga ik nog een ding voor maken, een keer. Alleen dat doe ik pas als laatste mijn huis echt klaar is. Even kijken. Oké, wel naar boven. Nou, even crafting tables hier plaatsen zo. Even kijken, bloep en een chest bloep. Dan kunnen we weer schiepen. als in dumpen wat we ook gaan doen. Dump 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 dump. Even kijken. Dit hebben we wel nodig. Ja, boekjes ook. Wat is dit nou? Wat is dit nou? Heb ik gezegd dat dat mocht? Nee, oké. Nou, hou op dan. Oké, okay, wel boeken, boeken of papier, papier, oh, suiker. Oké. Okay. 1 2 3 hey 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 Oké. Okay. Leather pointing en dit boom en dit dit dit. Oké. Ik kom één boek te kort. Anders kon ik vijf bookshelves. Nou 1 2 3 4. Oké. Okay. 1 2 3 4 1 2 3 4. Boom, shakala kalaka. Perfect, perfect, perfect. Oké, okay, nou, uh, 1, 2, 3. En 1. Dus ik moet echt gewoon nog enorm veel boekshelves maken. Maar ik kan alvast wel de, de tafels en stoelen nemen. En maar. zo maken, even kijken. Uh, ja, ik wist dat ik het nodig had. Even kijken, wat ik ga: bankjes van jungle wood maken. Oké, okay. Oké okay dan. Kijk eens: acht bankjes. Helemaal mooi, helemaal perfect. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kijk eens aan. Nou, dan moet ik nog even kijken, natuurlijk. Want. Ik wil hier wel een boekshelf. Maar hier niet. Hier wil ik gewoon wat fancy's op hebben. Dus. Dan gaan we even kijken. Nou ja, kan ik dat niet beter met Birch doen? Ik vind Junglewood een beetje. Ja, een beetje. Een beetje raar eigenlijk. Dit staat wel leuk, vind ik zelf, zo. Als, als ding zo. Dus wat we dan doen is dan zetten we er een flowerpot op met wat bloemen. Oké. Okay? Ik Even nog een flauw pot gaan ophalen, oké. Okay. Oh, wacht eens even. Haha, kijk. Um... Daar halen we eigenlijk dirt voor nodig. Nou ja, dirt is buiten. Halen we even wat dirt op. Dan kan ik bloempotten gaan maken. Jawel jongens, bloempotten. Even kijken, zo kunnen jullie die wel afschrapen. Zo. Kijk, hup, dirt. Ik vind mijn huis, qua inrichting, best wel chill worden. Oh, 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 oh. Zo. En ik nog wel even wat trapdoors maken natuurlijk. Kijk, en wat we dan doen, is dat doen we dan hier, zo. En dat wordt echt gewoon dat, dat, daar, dat wordt gewoon episch. Um... Hmm. hoe staat dat? Ja, af zal ik er gewoon zelfs van maken. Ik vind het een beetje. Nee, we maken er gewoon zelfs van, dus ja. Maar dat kan nog even duren, want ik moet echt nog gewoon veel goeien en alles hebben dus. Ja, maar goed. Dit was dus in principe de... Um, de beep dan. Je koopt de schilderij. Dat uh, moet ik nog even maken. heb ik uh, nu niet de resource voor. Dus dat gaan we later maar even doen. Even kijken. Ik dump even alles. En dan gaan we eens even kijken wat wij nou allemaal precies hebben qua rotzooi. Oké, okay, uh, dit moet ik hebben. En dit moet ik hebben. En dit moet ik hebben. Oké. Okay. Nou, even kijken. Hier komt mijn bed. Dat zal ik alvast maar even neerzetten. Dat heb ik niet bij mij geweldig. Oeh. Uh, oh, nee, wacht We halen wel gewoon even alles op. Wat een goede episode is dit. We gaan hier de lopen en alles. Nee, maar. Uh, ja. Nou, dan gaan we gewoon even alles ophalen. Wat we. Oh ja, ik ga eigenlijk de gemkamer wel kunnen maken. Nou ja. Even kijken. Ik ga, denk ik, in de volgende episode alles afgraven en zo. Ik ga de inrichting of camera wel doen, want ik weet gewoon niet wat ik allemaal wil. Even kijken. Ik ga wel, denk ik, paintings doen vandaag. Dat is mij wel leuk, denk ik. Oké, okay, wood hebben we bij ons, dus oké. Okay. Ik had ook eigenlijk wel wat wol bij me, maar. Ik heb zat streng, dus wat dat betreft. En dan kan ik nog een beetje opmaken en wat meer wol maken en alles. Dus ja. Oh mijn god, ik heb de potatoes niet. Wacht even, de bedden moet aanzetten. Zo. Uh, uh, Bij de sprint, oké okay. Ik heb het op R zitten, dus uh, ja, PvP is al een stuk makkelijker Gaan want dan kun je gewoon weg in principe Oké, okay, dan word je geraakt bijvoorbeeld Of dan bon bounce je tegenaan Maar dan ren je in principe gewoon weer verder Dus ja, dit is zo handig, even kijken Ik heb het eten niet, dat is een beetje scheid mm, En dan gaan we gewoon paintings ophangen Dan noem ik deze episode gewoon paintings Woed. Uh, wood Wood Oh, ik heb sticks, geweldig um, Hoeveel zou ik nodig hebben? maken we 10 paintings, oké? Okay. Kijk, hup 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 hup. Boing 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 Nou, 8 uh, paintings volstaat Kijk hier, mooi painting, nee ik wil een dubbel painting hier Hallo. Oh, dat, die was wel mooi. Nou, nee, deze staat leuk, dubbel painting daar. Uh, hier wil ik zo'n zo groot painting. creep painting. Ja, die is, die is cool zo. Wat hey, zijn allemaal paintings? Oh hier. Slurp. Mooi. Daar is een painting. Wat is dat nou? Ding Hallo. Oké. Okay. Lol. Hier komt dus mijn schatkamer. Ik zal er alvast een chest neerzetten. Uh, zo, schatkamer. Zo, hier komen dan twee chests. Zo, en een uh, weet ik veel plantding of zo. Daar, ik weet het niet. Hier wil ik graag een. een nog een painting. Ja, die, die vind ik echt gewoon zo episch. Nou, dan kan ik hier bijvoorbeeld nog iets van de bank neerzetten of zo. Of weet ik het. Envils of zo. Furnissen, weet ik het. Uh, oh mijn god, dit is echt een epische plek voor zo'n groot painting. Hebben we paintings van drie. Hallo, willen mijn paintings als je die van de muur The Wither. Nee. Wat is dat nou? Oh my god. Nee, we hebben alleen maar even paintings. Dit kan dus niet. Nou, geef dat maar hier dan. Hallo. Wacht, we kunnen wel wat van die hoge paintings. Kunnen we die niet misschien? Ja, oké, okay, dat is één. En er zijn er twee van dan doen we er hier nog zo, nee. Nee, dat is dezelfde. Ja, die paintings, echt. Dit moet dus echt fixen. Nee, 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 nee. Ah, wat, we gaan nog leven? Oh my god. Super secret entrance. Nee. Dat is wel cool om dat te doen. Gewoon dat mijn, mijn, mijn camera achter zo'n taart is, weet je wel. Dan zou hier wel chill zijn, zo. Zo, die, die taart, zo, mijn geheime... Geheime library en zo. Dat ga ik doen. Even kijken. Ik ga hier zo'n goede zo taart plaatsen. Wat is dit nou dan? Oh my god. Dat is een wither. die moet ik niet. Ik moet een taart. Ik moet is zo'n goede taart? Wil ik. Hup. Geef me die taart. Wat is dit weer nou dan? Zo'n wither. Kan ik. Kan, nee, dat kan dus niet. Eh uh, wacht. Dat that ding dat spread out. Dus. Doe het zo. Kom op met die cake, man. Oh nee, wacht. Die... Oh, hier was die cake. Zo, en die cake die ging alle kanten op. Dus dan moet ik hier gewoon blijven klikken, zolang die cake tevoorschijn komt. Het zou alleen erg fijn zijn als dat een beetje snel ging. Wat is dit? Ik heb nog geen groot painting gezien. Wat is dit nou weer dan? Dan ga ik hier maar gewoon kijken. Oké. Okay. 4 um. bij... 4 bij 3. 1, 2, 3. En daar heb ik zitten klikken. Um. Puh, lol. Nou, dan moet het, ja, dat moet hier gewoon lukken. Oh, wacht, misschien komt het daardoor. Dat, ah, kijk, there we go, daar komt het al. Nou moeten we die cake wel krijgen zometeen denk ik. Geef me die cake. Stomp painting ook. Hallo. Kan ik alsjeblieft de cake krijgen, mensen? Wat is dit nou dan? Minecraft, wat is dit nou? Ik heb hier die cake. Die is 1, 2, 3, 4 bij 1, 2, 3. Nou, dat past hier. Kijk, 1, 2, 3 bij 1, 2, 3, 4 dus. En daar heb ik geklikt. Ja. Ik heb hier zitten klikken. Dus waarom? Jongen. Give me die cake. Hup, cake. Cake, ik wil de cake. Waarom komt die cake nou niet? Wacht eens. 1, 2, ja, nee, dat klopt gewoon. Nee. 1, 2, en dan, ja. ja ik wil dat ik hem zo meteen weer insteek krijg. krijgen. Die cake hoort hier. Ja. Dat is nog cooler. Nee, wat is dat nou? Kan ik hier niet zoiets... Ja, hier heb ik hem toen aangemaakt. Waarom... I don't understand this. Serieus. Het leek me wel cool om dan hier zo'n painting en dan... Ah! Oh, oké. Okay. Ik kan het zo laten, denk ik wel. Ja, laat ik het toch gewoon zo. Ik, ik vind het wel cool. Nou. Ik moet misschien dit dan anders maken? Kun je niet. Nou, wat vinden jullie? Wat vinden jullie, jongens? Zo dit? Ik vind het wel chill. Soms een painting hier zo, en dan. Uh, ik vind hem echt heb nou, Dan gaan we hier nog even uh, kijken of we die een andere langer kunnen krijgen. Ik wil niet dezelfde. Er is er nog een. Nou ja, als we weer die langer krijgen, dan doen we die gewoon. Dan is het best symmetrisch. Ah! Pff, failure. Rot dingen echt. Nou, ik noem deze aflevering paintings. Oké, okay, zo, huppakee, daar we go. Hier nog een leuk, oké. Okay. Dan wil ik er beneden bij de deur nog een. Boven de deur, of dat kan eigenlijk niet. Hier wil ik de creeper, creeper, ik wil de creeper. Oh, wacht, nou, nee, daar wil ik, daar wil ik, nee, kijk, okay, creeper, creeper. Hallo, painting. Wat is dit? Oh. Is het zoveel gevraagd, jongens, om de creeper te krijgen? There we go. Nou jongens, weet je wat? Ik ga die gewoon, gewoon bij laten, jongens. Dit is echt geen boeiende episode. Uh, er komt zo snel mogelijk een nieuwe episode. Maar laat alsjeblieft, alsjeblieft, even wat likes achter. Om mij te steunen. Dus ja, ik ga even denk ik het huis wat inrichten. In ieder geval voor zover ik kan. En uh, wel, dan kom ik later wel bij jullie terug. En uh, wel, bedankt voor het kijken allemaal. Laat wat likes achter. Subscribe, even helpt me er enorm mee. En uh, hier, eet een aardappel. Die zijn erg gezond. Dus uh, ja, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken en dan spreek ik jullie later. Dus ja, later mensen.